Hoe kon een loser als Hitler zo populair worden? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. U ziet hier een foto van een schoolklasje in Oostenrijk, anno 900. Een bovenaan een jongen met een kring rond zijn hoofd. Hij kijkt zelfverzekerd in de toekomst. Zijn vader, dat was een tyrannieke kerel. Het zat zowat in de genen dus. Maar niemand kon vermoeden dat hij ooit een van de meest gevrezen dictators van de 20e eeuw zou worden. Zijn naam? Adolf Hitler. En wat nog merkwaardiger is, dat is dat hij toen hij 30 jaar was, dat hij maatschappelijk nog nergens stond. Nergens. En amper 14 jaar daarna, 1933, Rijkskanselier van Duitsland is geworden. Hoe kon dat toch? Wel, laten we even op zijn leven terugblikken. In 1907, na de dood van zijn ouders, verhuist hij van Linz naar Wenen, de hoofdstad van het multi-etnische keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. Een veelvolkerenstaat waarin Duitsstalige Oostenrijkers woonden, Tsjechen, Slovaken, Hongaren, Kroaten, ook Joden. En Hitler leefde daar van een uitkering en van het maken van schilderijtjes. Hij droomde ervan om kunstenaar te worden. Maar de kunstacademie liet hem niet toe. En dat stemde hem natuurlijk verbitterd. Dan begon hij door de straten van Wenen rond te dolen. Echt een bohemien. En hij begon ook al die volkeren te haten die daar in Wenen rond leefden. Hij was gefrustreerd. Hij droomde van een zuiver groot Duitse rijk. Een rijk waarbij Oostenrijk zich zou aansluiten bij het Duitse keizerrijk zelf. En hij wou die dienen als soldaat in het leger van dat gehate Oostenrijk-Hongarije. En dus vertrok hij plotsklaps in 1913 naar München in Beieren, in het zuiden van Duitsland. Maar een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit en hij diende zich aan als vrijwilliger in het Beierse leger. Want voor Duitsland wilde hij wel vechten. In de Eerste Wereldoorlog deed hij dienst als koerier. Dat was niet ongevaarlijk, maar toch iets wat minder gevaarlijk dan wat zijn kameraden in de loopgraven meemaakten. Dus was zijn overlevingskans in de oorlog wel wat groter. En op het einde van de oorlog, als Duitsland verslagen is, iedereen keert terug naar het vaderland. Hoewel Hitler eigenlijk nog een Oostenrijkse staatsburger was, bleef hij in Duitsland. De meeste van zijn kameraden gingen terug in het burgerlijke leven. Maar hij zelf, hij was in 1919 30 jaar. Ja, hij had geen beroep, hij had niet gestudeerd. Hij had geen vrienden, nauwelijks familie. Hij stond dus eigenlijk nog nergens. Maatschappelijk gezien noemt men dat dus een loser. Hij zelf beschouwde zich niet als dusdanig. Ja, dus hij bleef dan maar in het leger. Hij wachtte zijn tijd af. En hoe zag die tijd er in Duitsland uit in 1919? Wel, het verslagen Duitsland had de monarchie opgedoekt en was de republiek geworden. Maar deze republiek leed onder vele kwalen of problemen. Het eerste probleem was het verdrag van Versailles. Dat was het verdrag waarmee Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk hun houding tegenover het verslagen Duitsland hadden bepaald. En die voorwaarden waren niet min. Duitsland verloor 13% van zijn territorium, verloor zijn kolonies. Zijn leger werd gereduceerd tot 100.000 man. Het moest miljarden aan herstelbetalingen ophoesten. En vooral, het werd ook opgezadeld met de zogenaamde Alleinschuld. Dus het kreeg als enige de schuld van de oorlog toegewezen. En dat stemde de Duitsers verbitterd. Ze voelden zich vernederd. Daarnaast was er in dat Duitsland van de jaren 20 ook een grote inflatie, soms zelfs een hyperinflatie. Mensen moesten met een kruiwagen vol bankbriefjes naar de bakker om een brood te kunnen kopen. En op het einde van de jaren 20 had je een massale werkloosheid. 6 miljoen mensen waren werkloos. Dus 1/4 van de bevolking was daar direct en indirect door geraakt. Er was ook veel politieke chaos. Er gebeurden veel politieke moorden op straat. Dus het was zeer onveilig daar ook. En in die constellatie is Hitler erin geslaagd om dan Rijkskanselier te worden in 1933. En hoe heeft hij dat precies aangepakt? Wel, hij heeft veel kansen gekregen. Hij heeft die ook met beide handen aangepakt. Hij heeft ook een paar keer domweg geluk gehad. En zonder dat geluk zouden we nooit van hem gehoord hebben. Ik som het eventjes op.
De eerste kans, dat was in september 1919 in München, toen hij in een café een vergadering bijwoonde van de Deutsche Arbeiterpartij, DAP, een eerder extreemrechtse nationalistische beweging. En op een bepaald moment staat er iemand op die zegt van ja, Beieren moet zich afscheuren van Duitsland en moet bij Oostenrijk. Maar Hitler, een groot Duits nationalist, is daar natuurlijk niet mee akkoord en houdt een vlammende reden daartegen. En de voorzitter van die DAP was zo enthousiast over hem dat hij hem vraagt om lid te worden van dat kleine partijtje. En Hitler hapt toe. Achteraf schrijft hij in Mein Kampf: ja, ik heb die avond ontdekt dat ik redenaarstalent heb. En enkele maanden later is hij eigenlijk een van de kopstukken van dat kleine partijtje dat hij omdoopt in Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiterpartij, de NSDAP. En zo gaat het verder. Hè. Hij begint zijn carrière in München te ontwikkelen. Maar hij heeft ook geluk. Op 9 november 1923 pleegt hij een putsch in München. Met een staatsgreep wil hij van München naar Berlijn marcheren en daar de macht overnemen, over heel Duitsland. Die putsch is mislukt. U zal zich afvragen wat heeft dat met geluk te maken. Wel, tijdens die putsch is het tot een vuurgevecht gekomen met de politie. En zijn medestander, en ze waren in elkaars armen gehakt, die valt dodelijk getroffen op de grond en sleurt hem mee op de grond. En daardoor overleeft hij de kogelregen. 1 centimeter verschil en hij was er niet geweest. Hij wordt later opgepakt en er wacht hem een proces. Normaal gezien zou dat in Leipzig moeten plaatsvinden bij het Reichsgericht. Weer al geluk dat dat niet in Leipzig plaatsvindt, maar in München. Want mocht het in Leipzig plaatsgevonden hebben, dan was hij bij een veroordeling voor oogverraad het land uitgewezen, want hij was nog altijd Oostenrijkse staatsburger. Maar nee, het vond plaats in München. En de rechters waren hem daar wel genegen. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar in Landsberg. En die gevangenis, dat was eerder een hotel te noemen. Politieke gevangenen genoten toen wel een zekere voorkeursbehandeling. Zij konden vrienden en familie en sympathisanten ontvangen, zoals u hier ziet. Dat is echt bijna een hotel. Hij kon boeken lezen, à volonté. En zelf een boek schrijven ook. Mein Kampf namelijk. En wat nog een geluk was, dat proces hem beroemd gemaakt heeft in heel Duitsland. Iedereen kende hem nu en vele Duitsers begonnen in hem nu een soort messias te zien. Iemand die het land uit de nood zou redden. En zo begon zijn carrière verder te lopen. En nog een geluk heeft te maken met Geli Raubal, zijn nichtje. Eigenlijk eerder een tragisch verhaal. Hij woonde samen met zijn nichtje, Geli, in München, in een appartement. Het levenslustige meisje leed onder de tyrannieke aanvallen van haar oom. En op een dag, september 1931, wordt ze dood aangetroffen in het appartement. Zelfmoord of moord? Niemand weet het. Maar hij kwam terecht, Hitler dus, in een mediastorm, 2 weken lang. Maar uiteindelijk is die storm overgewaaid. Hij had het weer overleefd. Vandaag de dag zou je zoiets niet meer kunnen met een politicus die in zo'n schandaal terechtkomt. Nog kansen die hij kreeg. Op 30 januari 1933 wordt hij benoemd tot Rijkskanselier. Hoewel zijn partij, de NSDAP, bij de verkiezingen van november 1932 achteruit was gegaan. Die was gezakt van 37 naar 33 procent. Dat was eigenlijk een zware klap voor een partij die het winnen gewoon was. Maar ja, de conservatieve politici zeiden van we moeten hem in onze regering opnemen. We noemen hem dan wel kanselier. Want zo kunnen we de communisten beter bestrijden en orde op zaken stellen. Maar we zullen hem wel temmen. We zullen hem wel in bedwang houden. Maar dat is natuurlijk niet gelukt. Want hij had weer een kans. Eind februari 1933 brandt de Reichstag, het parlementsgebouw in Berlijn. Niemand weet wie de brand heeft aangestoken. Waren het de nationaal-socialisten van Hitler of niet? Historici discussiëren nog altijd daarover. Maar Hitler zei, nee, het zijn de communisten, die hebben dat gedaan. En hij heeft dan de noodtoestand laten uitroepen en op die manier de communisten beter kunnen vervolgen. En hij heeft zich ook beter kunnen voorbereiden daardoor op de verkiezingen, nieuwe verkiezingen, op 5 maart 1933, waarmee hij zijn gezag wilde legitimeren. En hij heeft die verkiezingen met 51% gewonnen. Hij had ook een kartelpartner, een kleinere partij, die meehielp. Een nipte meerderheid, maar wel een absolute meerderheid. En dan, enkele weken later, heeft hij de volmachtenwet laten goedkeuren
waardoor hij buiten het parlement kon regeren en dus alle tegenstanders kon vervolgen en politieke partijen kon laten verbieden. Zo gaat het woord. Dan heeft hij weer geluk. Augustus 1934, de oude rijkspresident Paul van Hindenburg legt er het bijltje bij neer. De man was hoogbejaard, sterft. En wat doet Hitler? Hij schaft de functie van president af en noemt zichzelf nu Führer und Reichskanzler. Dat wil zeggen dat hij in zijn eigen persoon de functies van staatshoofd en regeringsleider verenigde. Dus hij had de totale macht vanaf 1934. En dan heeft hij zich natuurlijk populair weten te maken. Hij heeft aan die populariteit verder gebouwd door de economie te verbeteren en grote werken te laten aanleggen. En ook door Duitsland weer zijn oude macht weer te geven. Dat heeft hij gedaan door op expansietour te gaan. Een paar jaar later heeft hij Oostenrijk ingelijfd en dan daarna Tsjechië. Maar ja, daarmee heeft hij natuurlijk de weg naar de Tweede Wereldoorlog geplaveid. Ja, is die geschiedenis nog relevant voor ons? We zien dat in sommige landen in de wereld dezelfde mechanismen nog altijd spelen. Ik wil vergelijken, maar niet op het vlak van denkbeelden of ideologie, dat is iets totaal anders, maar het gaat over de machtsmechanismen die sommige politici gebruiken, tactisch gezien. En er zijn gelijkenissen. Bijvoorbeeld Turkije, enkele jaren geleden had je daar ook het feit dat de parlementaire onschendbaarheid van een groot aantal parlementsleden werd opgeheven, zodat hun partij beter kon vervolgd worden. Nadat de regering zich bedreigd voelde door een putsch, een mislukte putsch, heeft ze ook de noodtoestand uitgeroepen, waardoor ze ook haar tegenstanders kon vervolgen. Er is daar ook een nieuw presidentieel systeem ingevoerd, waardoor de president zowel staatshoofd als regeringsleider is. En die heeft ook een programma uitgevoerd, economisch gezien, economische verbetering, waardoor hij zich meer, waardoor hij ook de steun van de massa kon verwerven. Dus er zijn gelijkenissen, maar vooral dan op het vlak van de machtsmechanismen. Nu, de conclusie. Is een Hitler nog altijd mogelijk bij ons? Wel, we kunnen zeggen dat hij veel geluk heeft gehad. Dat hij ook kansen heeft gehad en hij heeft die ook gezien. Hij wist wat hij wilde. Maar er zijn vandaag de dag zoveel juridische mechanismen en obstakels. Onze democratie is niet meer zo zwak als in de jaren 20 of 30. En die mechanismen zullen vermijden dat iemand als Hitler nog een kans krijgt. Dus de conclusie is, een nieuwe Hitler zullen we zeker in Europa niet meer zien verschijnen.